Okay, we zijn in Genk, één week voor hier de informatieavond zal plaats hebben van de stad Genk. Het zogenaamde VME-café, gericht op syndici en op eigenaars, mede-eigenaars van appartementsgebouwen in Genk, As, Opglabeek, Meeuwen-Gruytrode en Zuidendaal. Die avond zullen hier een aantal experts aanwezig zijn die u gaan vertellen over de laatste stand van zaken in zaken wetgeving en techniek. En een van die technische experts, is Debbie de Krem van Stebo, zelf architect van opleiding, technisch adviseur nu. Wat mogen mensen van jou verwachten die avond? Wij zijn eigenlijk door de stad Genk aangesteld als renovatiecoach en de bewoners van Genk kunnen gebruik maken van ons technisch onafhankelijk deskundig advies. Want er is een renovatiebehoefte, bij veel gebouwen kun je dat zo zien, maar er is ook een wetgeving, hè? Ja, dat klopt. Dus er is een nieuwe dakisolatienorm. Tegen 2020 gaan al die gebouwen moeten voorzien zijn van dakisolatie of er zou wel eens een sanctie aan kunnen te pas komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die nu met vragen zitten, met denken wat gaat er op ons afkomen. Ik zit alleen in een gebouw bijvoorbeeld, ik ben mede-eigenaar, maar de syndicus beweegt niet en mijn buren zeggen ook niks. Ik zit alleen met vragen, kunnen ze bij jou terecht? Ja, dat kan zeker. Elke bewoner van Genk heeft recht op dat gratis energieadvies. Dus wij komen bij de mensen aan huis, wij geven advies op maat. Aan de hand van hun energiefactuur gaan wij kijken wat hun behoeften zijn. Soms hoeft dat niet eens gepaard te gaan met investeringen. Kan dat ook gewoon op het gedrag gekeken worden waar we kunnen gaan besparen voor energie. Ja. Maar dat is natuurlijk vooral in privatieve gedeelten. Voor het gebouw zelf is er ook een norm en daar moeten mensen natuurlijk wel samen overleggen. Maar ook daar kunnen jullie waarschijnlijk als adviseur een belangrijke rol spelen. Ja, we merken toch vaak dat er dat onafhankelijke deskundige advies toch wel kracht bijzet bij een beslissing die de syndicus naar voren moet schuiven, dat er dingen moeten gebeuren en dat er dan toch wel een advies nodig is van iemand onafhankelijk die niet deel uitmaakt van de mede-eigenaars. En het is niet alleen theorie, het is geen flyer of een webpagina, het is effectief dingen voor elkaar krijgen, offertes vergelijken enzovoort. Jullie gaan er heel ver in, hè? Ja, dus we geven dus echt effectief advies op maat. We gaan kijken wat er nodig is en we gaan zelfs aannemers aanschrijven, minstens 3 uit de regio. Die offertes gaan we vergelijken. We zorgen ook dat er appelen met appelen vergeleken worden. Want de dag van vandaag zouden ze u alles kunnen aansmeren. Dus we geven dan eigenlijk dat deskundige advies. We gaan die werken ook opvolgen en we zorgen dat de facturen in aanmerking komen voor de nodige premies, die nog altijd wel van kracht zijn. De meeste mensen denken dat die allemaal verdwenen zijn, maar zelfs een mede-eigenaar in een groot gebouw heeft recht op premie voor zijn aandeel in de kosten. Ja. Nu kan men zeggen, nu is Stebo daar ineens, maar jullie zijn niet van gisteren en jullie zijn er nog een hele tijd. Mensen kunnen altijd bij jullie terecht, hè? Ja, ze kunnen altijd contact met ons opnemen voor een gratis advies. U hoeft daarom niet in een appartementsgebouw te wonen. Dus Genk heeft dat nu voorzien voor al zijn bewoners, dat zij aan huis advies kunnen krijgen. Zij kunnen een afspraak maken via renocoach@stebo.be en dan gaan wij binnen de 14 dagen contact opnemen en bij hen langsgaan. Meer informatie is er ook nog te krijgen op een website, toch? Voor wie nog vooraf iets wil weten? Ja, de website www.leefvolenergie.be. Okay. Daar vindt u alles op terug. Blijf het volgen op onze website, onder andere www.vastgoed-tv.be. En als u nog niet ingeschreven bent voor 19 juni, moet u dat zeker doen. Via onze agendapagina gaat u naar de link van de stad Genk. En dan zien we elkaar hier in Casino Modern. Tot dan.